En dan deze week nog een bijzonder bericht. De ene miljardair prijst de andere miljardair aan als presidentskandidaat. Wall Street-gigant Bill Ackman die twitterde dat Jamie Dimon van JP Morgan Chase de perfecte kandidaat is voor het presidentschap volgend jaar. En dat is best opvallend, want eigenlijk zei Dimon zelf niet per se dat hij kandidaat wil worden. You know, obviously it's crossed my mind because people mention things to you and stuff like that. You know, I love my country and maybe one day I'll serve my country in one capacity or another, but I love what I do. I think JP Morgan do a great job for helping Americans, for helping countries around the world. And this is my job. Nou ja, de baas van JP Morgan heeft de twitterende Ackman nog niet tegengesproken, Stan. Denk jij dat er nog een weerwoord komt van Jamie Dimon? Of zit het er echt in te zitten, een presidentschap van Jamie Dimon? Dat is een goede vraag. Dan vraag ik me überhaupt al af van welke partij die dat zeg maar zou willen gaan doen. Ik neem aan de Democraten. Ik verklap het alvast. Bij de Democraten, ja, precies. Ik denk dat hij daar ook heel even af zal moeten wachten. Want waarschijnlijk zal onze grote vriend die nu in de stoel zit natuurlijk nog wel door willen gaan. Maar even terug naar de vraag. Kijk, een bankier, een topbankier die de president gaat worden. Laten we het zo zeggen. In de zakenwereld kun je dingen makkelijker voor elkaar krijgen en sneller en efficiënter dan in de politiek. En als je gewend bent om met je vuist op tafel te slaan en zo gebeurt het, dan denk ik dat je van een koude kermis thuis komt. Van de andere kant, het zou ook wel eens goed zijn om inderdaad een keer iemand die gepokt en gemazeld is in de zakenwereld achter het bureau te zien zitten. En dan bedoel ik niet Donald Trump, maar een bankier inderdaad. Om wat je net zei, ook met een wat meer conservatieve blik te gaan kijken naar dat schuldenplafond bijvoorbeeld van Amerika. Want we zien inmiddels wel dat de niveaus waar Amerika op komt, dat begint echt niveaus te bereiken die we bij wijze van spreken van de betere Zuid-Europese landen gewend zijn. En begint wel echt serieuze vormen aan te nemen. En de vraag is wanneer Amerika een keer wat gas gaat terugnemen om ervoor te zorgen dat het wat meer in balans gaat komen. En ik denk dat het dan niet zo slecht zou zijn, ook al zou het een democraat zijn, om een bankier te hebben die weet hoe belangrijk het is om financiële stabiliteit te hebben vandaag, maar zeker ook voor morgen. Zoals ook de week van de Nederlandse banken. Die hoeven namelijk minder streng te controleren op witwassen. Dat spraken ze af met toezichthouder de Nederlandse bank. En daar zijn banken blij mee. Want ze klaagden al een tijdje over het keurslijf waar ze in zitten door al die witwasregels. Ja, Stan, we hebben het er heel vaak over gehad, over bankaandelen. Geen enkele analist lijkt echt fan te zijn van banken. Ze zijn te ondoorzichtig. Ben jij hier wel blij mee dat die kosten mogelijk wat meer naar beneden gaan? Dat ze wat minder toezichten hoeven te houden? Ja, dat is wel echt een opsteker hoor. Ook in mijn eigen branche hebben wij hier mee te maken met controles op witwassen. En ja, je ziet, dit is echt wat mij betreft een onderdeel van toezicht dat een beetje doorgeslagen was. Dat we probeerden met een zeef van allerlei malversaties eruit te zeven. Maar eigenlijk was het medicijn erger dan de kwaal. Omdat je gewoon ziet dat daardoor allerlei bedrijven, banken in problemen kwamen. De procedures die ellenlang duurden, volledig niet meer efficiënt zijn. Zelfs hele sectoren die geen bankrekening meer konden krijgen door dit soort gedoe en controles. En ik denk inderdaad dat het goed is dat we daar, of dat de toezichthouder daar een beetje op de rem trapt, om wat meer realiteitszin erin te brengen. En ervoor te zorgen dat ook banken eigenlijk toch wat meer op hun kernactiviteiten soms ook kunnen focussen. En dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon het in- en uitlenen van geld. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.